Welkom. Vandaag hebben we weer een aan tafel gesprek. Twee mensen met ogenschijnlijk tegengestelde ideeën of belangen gaan hier vandaag aan tafel. Ja, Nederland moet weer aan tafel. Luisteren naar elkaars verhalen. Aan tafel verbindt mensen. En niet alleen vanwege het eten. Maar ook vanwege de goede gesprekken. Onze tafelgasten van vandaag gaan het hebben over de toekomst van de Nederlandse veehouderijsector. Hoe ziet de veehouderij er bijvoorbeeld in 2040 uit? Het is een boeiend onderwerp met boeiende tafelgasten. Het zijn namelijk Anne Hilhorst en Helma Lodders. Anne is directeur van Wakker Dier. Wakker Dier is een organisatie die opkomt voor dieren in de veehouderij. Hun missie is een dierwaardig leven voor al deze dieren. En zij geloven dit te kunnen realiseren met het verkleinen van de veestapel. En Helma is voorzitter van Vee en Logistiek Nederland. Deze organisatie vertegenwoordigt de belangen van hun leden, ondernemers die actief zijn in het veehandel en transport. Ze werken aan de toekomstbestendige veehouderijsector die verantwoordelijk en respectvol omgaat met dieren. Ja, dat belooft dus een interessant tafelgesprek te worden. Met hopelijk een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen en verbinding voor de toekomst. Ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Welkom. Anne, ik weet natuurlijk al wel wie je bent. Maar wil je jezelf ook even voorstellen voor de kijker? Ja, natuurlijk. Ik ben Anne Hilhorst. Ik ben de directeur van Stichting Wakker Dier, een dierenwelzijnsorganisatie. En wat drijft jou in het dagelijks leven? Dieren. Ja, mijn liefde voor dieren. De wanhoop over hoe we nu met dieren omgaan. En eigenlijk de sterke wil om daar wat aan te doen. Ja, voor mij is het heel erg belangrijk. Ik vind het een ontzettend mooie sector. En deze sector draagt bij, is onderdeel van de keten die voor ons voedsel zorgt. Dus het produceren van voedsel. En ik vind dat er steeds meer negatieve geluiden zijn over de Nederlandse veehouderij, over de voedselvoorziening. En ik wil daar echt mijn steentje aan bijdragen om te zorgen dat er meer waardering komt voor de mensen die daarmee bezig zijn. Wat we vooral doen eigenlijk is kijken naar wat gebeurt er op het gebied van dierenwelzijn in de vee-industrie, in de veehouderij. En hoe kunnen wij met onze middelen, onze kennis, proberen om dat leven van de dier te verbeteren. En dat kan zijn door onderzoek te doen, dat kan zijn door aandacht voor dingen te vragen, dat kan zijn door naar dit soort dingen toe te gaan. Maar we proberen eigenlijk constant het dierenwelzijn en hun stem te laten klinken. En waar halen jullie dan de kennis vandaan? Lezen. Heel veel lezen, heel veel praten. Mijn achtergrond is ook biologie. Ik heb in Wageningen gestudeerd. We praten veel met wetenschappers, maar ook veel met dierenartsen of mensen uit de sector zelf. En op die manier proberen we een goed beeld te krijgen van wat speelt er, wat is het grootste probleem. En vooral ook bijvoorbeeld, wat zijn nou ontwikkelingen die eraan zitten te komen en bijvoorbeeld over een paar jaar heel veel vervelende gevolgen kunnen hebben. Nou, ik hoop dat we een open dialoog hebben waarin we sowieso natuurlijk standpunten uitwisselen, maar dat we ook waardering voor elkaars standpunten gaan krijgen. In de zin van, volgens mij hebben we allebei wensen en verwachtingen. En nou, kunnen we die dan ergens tot elkaar brengen en ook op een positieve manier. Waarom dacht je van hier aan tafel, gezellig, ik doe daaraan mee? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, weet je, het is natuurlijk belangrijk op het moment dat je wil werken aan een positief imago, dan moet je ook zorgen dat je met elkaar in gesprek bent, blijft en gaat. En dat was mijn motivatie om ja te zeggen op de uitnodiging. Dus het gesprek aangaan en proberen in een relaxte setting ook dat gesprek te gaan voeren. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar zo meteen uitkomt. Ik verwacht dat we er anders in zitten. Ik verwacht dat we snel overeenstemming zullen hebben over de feiten. En dit soort vraagstukken zijn in hoge mate een moreel-ethische afweging. Dus ik vermoed dat we een beetje daarop uit gaan komen. Hey, hi. Anne. Hi. Hi. Gaan we zitten? Ja, leuk. Leuk om elkaar zo te treffen. Ja. En het gesprek aan te gaan. En wij gaan het volgens mij hebben over hoe de veehouderij in 2040 eruit zou moeten zien of zou kunnen zien. Ja. Wil jij een aftrap geven? Ik wil een aftrap geven. Ik ben dus Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier. En de vraag was inderdaad, hoe zien we hem voor ons in 2040? Vind ik een lastige vraag, met name omdat het een beetje zit tussen wensen
en denken. Dus ik denk dat 15 jaar klinkt heel ver weg. Maar 15 jaar geleden ben ik min of meer, zat ik tegen het einde van mijn studie. En toen keek ik naar de veehouderij en toen zag hij er toch grotendeels uit zoals hij er nu ook uitziet. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er helemaal niks gaat veranderen. En daar ben ik ook best wel een beetje bang voor. Al kan het ook nog zijn dat op een gegeven moment de wal het schip gaat keren. En er wel veranderingen moeten, ongeacht wat jij en ik daarvan vinden. Maar wat ik hoop, dat we over 15 jaar kijken naar een veehouderij waar het dier centraal staat. Waar het dier het dier mag zijn. En die qua schaal en invulling past bij Nederland. Dat we hier gaan doen wat hier kan, wat hier past in de zin van ruimte, letterlijk. Maar ook voer, waar we het vandaan halen. En dat ziet er dus een heel stuk kleiner uit. En een stuk groener, letterlijk. Dus ook groenere weiden, meer bomen, meer afwisseling in het landschap. Meer afwisseling op de akkers, met het voer wat de dieren krijgen, het voer dat wij gebruiken. Dat zou een beetje mijn ideaal beeld zijn. En dat bedoel ik niet mee terug naar vroeger, maar ik vind het idee van een gemengd bedrijf, of in ieder geval een gemengde gemeenschap, een gemengde vorm van landbouw en dieren daarbij houden, dat zou wel mijn ideaal zijn, vanuit het diergedacht erbij. En voor jou? Nou, het is wat je zegt, Anne, over 15 jaar, 2040, dat is natuurlijk heel erg snel. Tijd gaat snel. Wat ik hoop en wat ik misschien ook wel denk, is dat wij een mooie, duurzame veehouderij hebben in Nederland. Die een goed bijdrage levert aan de voedselvoorziening. Waarin we misschien ook zoals nu het dier centraal hebben. Uitgaan van datgene wat we nodig hebben, en dat is een goede veehouderij, afgewisseld met natuurlijk ook de landbouwtak, want het een kan niet zonder het ander. En ik vind het heel erg belangrijk om het dier centraal te hebben. In die zin, dat vind ik wel leuk om daar met jou over te hebben. Ik hoor je een aantal dingen zeggen, veel meer groen, misschien veel meer bomen. Ja, daar kan je van uitgaan. Maar op het moment dat je het dier centraal stelt, dan vind ik ook dat je naar de effecten voor de dieren moet kijken. En naar de gezondheid van de dieren. En wil je bijvoorbeeld koeien in de wei, dan moet je af en toe hele lastige keuzes maken als veehouder. Om te zorgen dat het dier ook in goede gezondheid, goede conditie blijft. Dus ik denk dat er soms ook wel een verschil zit tussen wensdenken en uiteindelijk ook wat goed is voor het dier. Dus ik ben benieuwd hoe je daar kijkt. Daar kan zeker een verschil in zitten, maar ik zie niet zo snel hoe dat een verschil is tussen een dier. Kijk, een koe is zelfs van nature een bosdier. Dus waarom zou een koe niet bij bomen in de buurt kunnen staan? Kan prima bij bomen in de buurt staan, maar op het moment dat je een weiland hebt met schaduw, met de weersomstandigheden die we in Nederland hebben, kijk naar buiten, regen, de grond wordt nat, koeien staan daarin te darren. Dat betekent dat er klauwproblemen komen, dat raakt de diergezondheid. Dus ik vind dat je in alles moet kijken ook naar diergezondheid en de effecten op het dier. En dat lijkt wel eens voorbij gegaan worden door wensdenken. Wat bedoel je met wensdenken? Nou, ik merk dat mensen die misschien niet van de boerderij komen, daar onvoldoende kennis of expertise hebben, denken van dat plaatje vind ik zo mooi, koe in de wei, of suggereren dat er nu niet op een goede manier met de dieren, met vee omgegaan wordt. En dan het wensdenken van, zoals het vroeger was. Ik hoor je wel zeggen, ik wil niet terug naar vroeger, maar een aantal koeien in de wei en daarnaast een beetje akkerbouw. Dat zijn wensen, maar uiteindelijk zijn er veel meer onderdelen die belangrijk zijn in onze voedselproductie. En dat is goede zorg voor het dier, ook een goede gezondheid. Want geen goede gezondheid, dan zal een dier ook minder melk produceren, of minder goed vlees produceren. Dus daar wordt zeker naar gekeken. En het wensdenken van een aantal koeien in de wei en daar kan je een boterham mee verdienen. Nou, dat lijkt me heel ingewikkeld. Dat gebeurt. Plus het feit, hoe moeten wij dan uiteindelijk ook in ons voedsel voorzien? Ja. Ik merk dat ik het heel moeilijk vind, omdat in het verhaal wat je net hebt, zitten best wel wat stevige
beschuldigingen. Hè? Dus ook over niet weten waar we het over hebben. Of de uitspraak dat klauwproblemen ontstaan door natte modder. Terwijl we allemaal weten dat dat voornamelijk door de harde ondergrond en de besmetting in de stal is, waardoor de klauwproblemen zo hoog zijn. Ik zeg niet dat het helemaal geen rol speelt. Maar ik zeg wel dat op dit moment 80% van de koeien last heeft van klauwproblemen. En dat komt niet omdat ze allemaal in de modder buiten staan. Dus dat, hè, dus dat vind ik lastig. Maar wat ik wel interessant vind, als we dus heel even de... Ik vind het term wensen denken, ja, vind ik lastig. Maar wat ik vooral interessant vind, is zou wel wat meer willen doorpraten over... Je zegt het is over voedsel. Wat is voor jou de reden dat als we het over voedsel hebben, we het automatisch ook over de veehouderij hebben? Want die staan, dat is natuurlijk niet een één op één. Dat hoeft helemaal niet. We kunnen ons prima voeden zonder de veehouderij. In ieder geval zonder de intensieve veehouderij. Dus wat als je zegt, van, ik wil graag goed voedsel. Waarom dan dierlijk? Wat is daar voor jou de stap naar dierlijk toe? Nou, misschien eerst nog even, we kunnen heel goed zonder dierlijke eiwitten, want dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Dat vraag ik me af. Ja, er zijn ook inmiddels allerlei onderzoeken waaruit blijkt dat het heel belangrijk is dat je ook dierlijke eiwitten in je voedselpatroon hebt. En zijn er ook net zoveel die bewijzen dat je het niet nodig hebt? Er zijn ook onderzoeken die dat aangeven dat dat zonde kan. Maar voor mij is het belangrijk dat mensen daarin hun eigen keuze kunnen maken. Dus laten we daar in ieder geval ook de keuzevrijheid bij de mensen neerleggen. Hè. Het is een kwestie van smaak, het is smaken verschillen. Vind je dat ook bijvoorbeeld van avocado's? Dat je zegt van, ik vind dat iedereen moet kunnen kiezen uit een avocado, dus er zal altijd een avocado beschikbaar moeten zijn. Is dat de gedachte die erachter zit? Je denkt eigenlijk alle producten die er te vinden zijn in de wereld zouden tot je beschikking moeten staan? Kijk, op het moment dat daar vraag naar is, dan gaat een supermarkt zal dat leveren. Dat klopt. Zo werkt de markt. Zo werkt de markt. En zo werkt ook de consument. Mm-hmm. Ik neem aan dat jij ook wel zelf je boodschappen doet. Als ik naar de supermarkt ga, ga ik ook nadenken van, goh, wat wil ik deze week eten? Wat vind ik lekker? Wat is het aanbod? Nou, ik ben zelf iemand die heel erg kijkt naar groenten beschikbaar uit Nederland. Dus als het enigszins kan, dan probeer ik mijn producten uit Nederland te halen. Dat geldt overigens ook voor vlees. Mm-hmm. En ik vind die keuzevrijheid vind ik wel heel erg belangrijk. Ik vind ook belangrijk dat ik kan kiezen dat ik 's avonds een stukje vlees op mijn bord heb. Of een stukje vis. Ja. Dat mensen zeggen van, nou, ik hou daar niet van. Of ik heb andere principiële redenen om geen vlees of vis te eten. Nee. Vind ik prima. Ja. Maar kijk, belast een ander daar. Nee, kijk, wat ik daar zo interessant in vind, is dat... ik snap het stuk van, ik zou het ook niet fijn vinden als het andersom zou zijn. Hè? Ik zou ook niet fijn vinden als de overheid nou zou zeggen, Anne, jij moet elke dag steak tataar eten, anders dan word je het vak ook niet leuk vinden. Dus ik snap dat er een zekere mate van keuzevrijheid, snap ik, begrijp ik. Maar het interessante is, de keuzevrijheid, vlees minder beschikbaar maken, betekent niet meteen dat je helemaal geen keuzevrijheid meer hebt. En het betekent ook niet dat je voeding... Kijk, we hebben het over een eiwitbron. Je kan eiwitbronnen uit al. Je hebt heel veel keuze uit allerlei verschillende eiwitbronnen. Zeker. En van die 25 haal je er 3 weg. En dat doe je vaker. Hè? Dus je kunt het assortiment zo breed maken. Je kan het assortiment zo breed maken. Maar er valt altijd nog wel alsnog wat te kiezen. Ja, maar je gaat er wel de keuze richten op plantaardig. En wat ik nou... Wat ik van jou wel grappig vind, is verwijten mijn richting. Maar dat is eigenlijk precies hetzelfde wat jij doet. Hè? Door te zeggen van, nou, er zijn heel veel keuze op een plantaardig gebied. Maar het gaat weer om een bepaalde richting waarin je stuurt. Namelijk plantaardige keuze. Ja. Dat is prima als jij daarvoor kiest. Maar ga mij daar niet in die richting. En met mij heel veel andere mensen. Ja. Ik geloof dat, 96% van de mensen eet wel eens een stukje vlees of vis. En dat is prima. Laat die mensen de keuze maken. Als je echt teruggaat naar ons voedselsysteem, dan moeten we daarin natuurlijk ook betrekken. De wens, en dan heb ik toch even over wensdenken weer. De wens om alleen louter plantaardige producten in Nederland te
verbouwen. Dat is gewoon niet uitvoerbaar in het land waarin wij met elkaar leven. Wij zijn een delta, hele vruchtbare landbouwgrond. Zou je zeggen van nou, dan gaan we aardappelen, uien op telen. Maar als we heel goed kijken naar datgene wat in de supermarkt ligt, ja, dan kunnen we heel veel producten hier niet verbouwen of telen. Klopt. Er zijn natuurlijk ook gebieden in Nederland waar alleen maar gras te telen is. Nou, laten we nou dieren hebben, vooral koeien, maar ook schapen. Mm-hmm. Die zijn ontzettend goed om plantaardige eiwitten die wij niet, in ieder geval nog niet kunnen verteren. Kunnen verwerken in ons lichaam. Dat kunnen die dieren wel omzetten naar melk, melkproducten. En ja, dat vind ik een heel mooi systeem. En daar zou je ook gebruik van moeten maken, denk ik. Want de veehouderij draagt ook in haar meststoffen en dergelijke bij aan een goede akkerbouw. Ja, we weten allemaal, op het moment dat jij akkerbouwgewassen teelt, dan heb je bemesting nodig. Nou, dan zie ik liever dierlijke mest dan je eigen te mest gebruiken. Nou, dan dat we daar met kunstmest. Kijk, het alternatief zou natuurlijk, onze eigen mest zijn, of andere vormen van voedingsstoffen die je ook weer uit plantenrestmateriaal zou kunnen halen. Dus het hoeft niet meteen natuurlijk kunstmest te worden, op het moment dat je stopt met dierlijke mest. Nee, maar Nederland heeft heel veel mensen op dit moment. We groeien naar, wat is het, 18 miljoen mensen. Als we wereldwijd kijken, dan neemt de wereldbevolking ook alleen maar toe. Ja, nog meer redenen. Om op een hele goede, zuinige en verantwoorde manier om te gaan met onze voedselproductie. Yeah. En dat is ook echt mijn wens, om duurzaamheid, innovatie centraal te stellen. Zodat we in Nederland, in Europa, maar in Nederland als gidsland, centraal staan om te zorgen dat we ook op een duurzame manier ons voedsel produceren. Hey, en als ik daar dan even op verder ga. Er zijn allerlei verschillende. Ik wil heel even, voordat we verder gaan, wel even zeggen. Het is niet zo dat ik hier nou per se bepleit dat we naar een volledig plantaardige samenleving hoeven te gaan. Ik zeg alleen dat het kan, dat het mogelijk is, dat heel veel voordelen heeft. Maar ik denk dat een enorme reductie en de veehouderij terugbrengen naar proporties die in lijn zijn met wat ons land kan dragen, al een enorme verbetering zal zijn. Dus het is niet zo dat ik zeg van god, het kan helemaal niet. Maar ik denk wel dat we praten over gewoon een significante verandering. Als je inderdaad gaat zeggen van nou oké, we gebruiken onze rijke kleigronden voor gewassen. En we hebben een stuk grasland en dat weten we niet goed wat we ermee moeten. Laten we er een aantal grazers op houden. Daar kan ik best op over nadenken, van dat zou je ook best nog op een vrij dierwaardige manier kunnen doen. Maar dan ga je wel stoppen met de bergen soja importeren en hier enorme hoge dierlijke productie halen. Juist op rijke gronden die nu worden gebruikt om stallen op te bouwen in plaats van dingen in de grond te stoppen. Dat vond ik. Zeggen. Misschien mag ik daar wel even op reageren. Ja. Want je verweet mij aan het begin van het gesprek dat ik wat richting gaf en dat ik wat verwijten in jouw richting had. Maar eigenlijk doe je precies hetzelfde in mijn richting, of in de richting van boeren. Hè, door meer dierwaardig. Alsof mensen nu niet dierwaardig met hun dieren omgaan. Absoluut en dat is niet. Dat is zo'n groot verwijt. En dat komt zo hard aan richting al die familiebedrijven die zich bezighouden in de veehouderij. Want misschien kan je aangeven, als je zegt van we moeten echt heel erg fors terug naar wat past in Nederland. Ja. Nou, dan zou ik eigenlijk wel willen weten van je, wat betekent dat dan? Waar wil je naartoe? Ja. Hoe gaan we dan zorgen dat ook de hele kennis, de periferie rondom de veehouderij op peil blijft? Want op het moment dat we teruggaan in omvang van onze veehouderij, ja, betekent ook dat onze kennis achteruit loopt. Dat zien we nu al in Wageningen, mm-hmm. Daar waar een aantal jaren geleden stond Wageningen Universiteit aangeschreven als dé universiteit wereldwijd. Als het ging om duurzaamheid, om innovaties, om dierwelzijn. Waar we in Nederland echt wel een gidsland zijn voor de rest van de wereld. Die kennis brokkelt af. En dat is ongelooflijk jammer. Want die kennis juist is zo nodig om in de rest van de wereld ook de veehouderij op een hoger niveau te brengen. Op een duurzame niveau, op dierenwelzijnsniveau stappen te zetten. En dat gooi je dan eigenlijk ook allemaal weg.
Ja, er zijn mogelijk ook wel heel veel andere plekken die het ook kunnen naast Wageningen. Dat is niet per se gebonden aan Nederland. Weet je, in Denemarken worden ook bijzondere stappen gezet. In Duitsland wordt er ook hard aan gewerkt. Ik bedoel, dus die kennis die is er, die blijft zich ontwikkelen. Ik denk ook hoe meer de vraag of de behoefte aan meer dierenwelzijn toe zal nemen, zal dat denk ik ook een ander. Je ziet in Amerika het zelfs een beetje een opleving krijgen. Ik vind het wel interessant. Hoe zou jij dan willen dat je zegt, ik vind de vee-industrie op dit moment niet dierwaardig. En dan heb ik het dus niet over extensieve boeren die hun dier naar buiten laten, maar dan heb ik het over wat nu gangbaar is. Hè? Dus dan heb ik het over de stallen vol met kippen, met misschien meestal geen daglicht, misschien een raampje. De varkens in de hoge productie, hoeveelheden die het nu mag van de wet. Hè? Dat je zegt, nou, ik doe gewoon wat in de wet mag en geen stap meer. Ik vind dat niet dierwaardig. Jij zegt, ik vind dit wel dierwaardig. Wat zou nou een manier zijn voor mij om dat te benoemen? Mm-hmm. Zonder dat je zegt, nou, dat daarmee doe je de boeren teniet. Nou, vind ik een mooie vraag. En we zijn op zoek naar verbinding. En volgens mij is dit misschien ook wel een punt waar we elkaar moeten proberen te vinden. Als je verbinding zoekt en naar de toekomst ook wil kijken. Dierwaardig is voor mij op een respectvolle manier omgaan met dieren. En dat betekent dat je minimaal aan de wet houdt. En tegelijkertijd zien we dat er heel veel bedrijven zijn die extra stappen zetten. Daar is Nederland namelijk goed in. In de zin van, door al onze innovaties zie je dat wij ook die stappen zetten. Dat we op een manier omgaan met dieren, met speelelementen. In de stal speelmateriaal. De wijze hoe je van individuele hokken nu tegenwoordig naar grote groepshokken gaat. Is allemaal in de afgelopen jaren in gang gezet. De afgelopen 15 jaar, je zei van ik heb niet zo heel veel veranderingen gezien. Nou, ik denk als je iedere dag op de werkvloer komt op de verschillende boerderijen, dat er echt heel veel stappen gezet zijn. En die ontwikkeling zal zich verder doorzetten. Jouw vraag van hoe kunnen we elkaar daar vinden, dat is aangeven wat je graag zou willen zien. En tegelijkertijd zouden we dan wel samen moeten kijken, hoe gaan we dan zorgen dat die boer, maar ook de handel, het transporteur, betaald wordt voor de diensten die gevraagd worden, of voor de producten die gevraagd worden. En wat we nu zien is dat er eigenlijk steeds meer eisen komen, maar de boer wordt er niet voor betaald, de handel wordt er niet voor betaald. De transporteur die krijgt steeds meer eisen op zijn bordje en die... Ja, die moet ook maar zien dat hij het in de beperkte tijd die hij heeft voor elkaar krijgt. Want die is ook van allerlei regels afhankelijk. En dus geef aan wat je wil, wat consumenten willen. Dat we nog wel een boterham kunnen verdienen. Maar dat we ook de tijd krijgen om die stappen te zetten. Ja, dat snap ik allemaal als ik een politieke partij was of een minister was. Die daar iets aan. Maar als je het nou hebt over gewoon tussen jou en mij. Dus je zit namelijk met een... Je zit eigenlijk met een andere ethische afweging. Hè? Dus jij zegt, voor mij is dierwaardig dus dat mensen respectvol omgaan met dieren. Kijk, het lastige daarvan is sowieso wat is respectvol en wat vind je wel of niet respectvol. Hè? Dus ik denk dat iedereen ook wel situaties herkent gewoon tussen mensen. Dat de een zich ook vindt dat die persoon, ik heb hem met heel veel respect behandeld, kan die andere persoon zich alsnog geschoffeerd voelen. Ja. Dus dat ik vind dat ik jou respectvol behandel, betekent niet dat jij vindt dat ik jou respectvol heb behandeld. En datzelfde geldt voor het varken. Hè? Dus een boer kan vinden, zegt, nou, ik heb deze kaders en binnen deze kaders doe ik hartstikke hard mijn best. Maar daar heeft zo'n varken niet zo'n boodschap aan. Die zit alsnog haar hele leven binnen in een luchtomgeving, met luchtkwaliteit, waar afgelopen week van op de boerderij staat dat die zo schadelijk is dat boeren een mondkapje op moeten. Maar die varkens zitten er wel de hele dag in. Staartje wordt afgeknipt, kan je zeggen, ja, is eenmalig. Maar het is wel, ik denk niet dat een varken dan denkt, god, wat voel ik me gerespecteerd, zeg. Wat word ik gezien als varken? Wat mag ik doen wat ik wil als varken? Ja, ja. Maar mag ik het laatste voorbeeld nou eens gebruiken? Want het gaat nooit snel genoeg. En we doen allemaal dingen die niet goed zijn. En als we dan toch even terugkijken
terugkijken naar de afgelopen 15 jaar, dan zijn het juist op deze voorbeelden die je noemt enorm grote stappen gezet. Maar op het moment dat je in zo'n stal met het varkenstaartje wat je benoemt, ja, dat kan je niet van de een op de andere dag zeggen van we stoppen daarmee. Nee, dat wordt bloedbad. Ik weet dat er ongelooflijk veel inzet is van al die mensen die daarbij betrokken zijn. En dat is van boer tot de brancheorganisaties, tot en met dierenartsen, tot en met de wetenschap. Kijken van hoe kunnen we dat nou in gang zetten om te zorgen dat dat misschien niet meer hoeft. Maar geef ons wel de tijd om dat te kunnen doen. En je suggereert eigenlijk ook hoe je het voorbeeld net aangeeft. Je suggereert dat er geen stappen gezet worden. En dat is gewoon niet waar. Ik snap dat over kan komen als dismissive. Dus dat zou ik dan, wat voor mij, dan zou ik hem meer kaderen. Het is niet alsof er niets gebeurt, dat klopt. Maar we komen van zover dat het soms voor iemand die dus aan de kant van de dieren staat wat frustrerend is met hoe lang het duurt en hoe beperkt die stappen zijn. Dus dat ik denk, ja, ik had wel gehoopt dat we sneller waren bewogen. En het punt is een beetje, ik ben het helemaal eens met het hele verhaal rondom, er moet meer voor betaald worden, er moet harder aan, weet je, dat is allemaal waar. En dan zou je ons ook nooit, daar zeg ik nooit iets, ik zeg nooit, nou, ik vind dat de boeren geen cent verdienen en dat ze allemaal, natuurlijk niet. Maar gaat het eigenlijk stiekem niet eens om de boeren en de sector doormee, maar gaat het om het dier. Dat snap ik. En dat dier, dat zit in dat systeem. Ja. En wat ik ook wel, kijk, in een zekere zin zeg je ook, daar gaan we dus aan het werken. We willen dus ergens naartoe, waarmee je dus ook even aangeeft van, we zijn er dus nog niet. Dus dan is het ook wel bold om te zeggen dat het nu al dierwaardig is. Binnen de huidige omstandigheden wordt er heel respectvol omgegaan met dieren en kan het beter. Het kan altijd beter, maar dat zien we op allerlei vlakken. Hè, dat zien we in klimaat, in stikstof, in allerlei andere onderwerpen die een hot item zijn in de politiek, in de maatschappij. Kijk, op het moment dat je met minder uitstoot kan, prima. Dan vind je ons aan de zijde. Dan moeten we daaraan werken. En daar gaan we ook mee aan het werk, maar daar hebben we wel tijd voor nodig. Hè, dat is hetzelfde als de fossiele brandstoffen. Ik bedoel, altijd lastig om tijden te noemen, maar 20 jaar geleden hadden we niet gedacht dat er nu zoveel elektrische auto's waren. Mm. Nou, ik denk dat het een hele mooie ontwikkeling is, tegelijkertijd. Zie je ook daar. Is het probleem nog niet opgelost? Is het probleem niet opgelost? Zeker niet, want we hebben een enorm ander probleem wat we aan de voorkant niet hebben bedacht. Tekort aan netwerken en dergelijke. Dus dan loop je weer tegen problemen aan. Accu's gaat ook niet helemaal lekker. Accu's, dus het is best ingewikkeld. En weet je waar ik nou op zoek ben? Is als ondernemer, dat zit een beetje in je genen. Uh-huh. Ik ben zelf ook ondernemer. Dan wil je ondernemen en je wil datgene leveren aan je klanten. Wat de klant vraagt, wat de consument vraagt. Dus ik noem zelf wel eens het voorbeeld. Hè, als je fietsenmaker bent en de consument vraagt een fiets met vierkante wielen. Ja, dan ben je als fietsenmaker een beetje dom als je dat niet doet. Dus dan ga je maken. Maar dan wil je wel dat uiteindelijk die consument die fiets afneemt, er ook voor betaalt. En dat hij zeker ook voor het productieproces van die vierkante wielen betaalt. Ja, en ik denk dat ook heel lastig is met boeren. Want eigenlijk vertegenwoordigt u niet eens de boeren. Je zit natuurlijk de sector daaromheen. Maar met name de primair agrarische sector. Je zit natuurlijk ook een soort, ben je nou ondernemer? Of ben je nou eigenlijk toch een soort aan het produceren om dat te produceren? Want het is natuurlijk niet zuiver ondernemerschap meer, wat je zegt. Want ja, er wordt wel iets gevraagd, maar er is niet per se zeker of er al markt voor is. En misschien maak je het. En is die markt weg? Of heeft zegt de supermarkt vervolgens, ja, maar ik ga er toch niet voor betalen? Dus ik denk dat er wel een markt is. Want dat is nou het mooie namelijk van ons als voedselproducent. Iedereen heeft eten nodig. En het is aan de hele keten. Hè, want een boer alleen, ja, die mag dan misschien wel voedsel produceren. Maar die heeft uiteindelijk ook de periferie nodig. Dus de ondernemers om hem heen. Om de producten van A naar B te brengen. Of naar de supermarkt te verwerken. Enzovoort, enzovoort. Dus je hebt elkaar nodig. Dus ik voel me ook verantwoordelijk voor die hele keten. Dus daar ben je mee bezig. Je weet echt wel wat er gevraagd wordt en je wil ook daarop anticiperen. Dus supermarkten die vragen de producten, dus dat ga je ook leveren. Ja. Overigens wel weer, ook met dat blik van
we kunnen niet van vandaag op morgen aan de knop draaien. Nee. En aan de ene kant zeg je, ik wil het dier centraal stellen. Het vind ik heel belangrijk, het welzijn van dieren. Ik hoop ook de diergezondheid van dieren, dat er ook bij hoort. En tegelijkertijd zeg ik altijd van, ja, wij werken wel met levende dieren. En dat is niet een knop waar je aan kan draaien. Nee, dat klopt. Dus veranderingen vragen ook tijd. Een varken of een koe, wat net als vroeger jarenlang aangebonden stond, dat kan je niet in één zeggen van, nou, we geven morgen de vrije stal. Dat moet je met beleid doen. Uh-huh. Ja, we gaan van lieverlede koeien weer in de wei zien vanwege de lente. Hopelijk komt die snel in aantocht. Koeien naar buiten. Ja, dat proces om die koeien weer aan de wei te laten wennen. Dan moet je de dieren ook even de tijd, rust voor gunnen. Dus ik zou willen hopen, of willen vragen ook aan jou van, uitgaande van je wens, geef ons ook de tijd, de ruimte en misschien kan je met ons knokken voor die eerlijke prijs voor zowel de boer, de handel, de transporteur en dat we niet keer op keer allerlei extra regels, hè, ik zeg wel eens de inkt is nog niet droog in Den Haag of de volgende regel wordt alweer gemaakt. Nou kijk, en dat ik zit zelf iets minder in de politiek, hè? Dus ik ben daar zelf niet zo ontzettend in thuis. Maar ik denk wel dat dat ook iets te maken heeft met dat soms ook de stappen die worden gezet alweer een beetje afgezwakte dingen zijn door de gesprekken die er vormen, waardoor er iets komt, waardoor er twee jaar later weer wordt gedacht, oh, dit werkt eigenlijk niet. Ik denk dat interessant bijvoorbeeld is natuurlijk als je kijkt naar, niet naar dierenwelzijn, maar je kijkt naar milieu, zie je dan natuurlijk bij dingen zoals rondom de fosfaatwetgeving, daar zie je gewoon, een beetje snel in elkaar gezet toen het heel hard moest. En toen was het al vrij snel, oh shit, oh, we hebben ook dit nog en dit nog en dit nog. En dat is soms ook omdat niet echt gedurfd wordt om een radicale keuze te maken of een stevigere keuze te maken. Ik was wel benieuwd. Ik dacht nu het eens over. Nou kijk, wat ik namelijk wel eens me afvraag is, is het niet ook zo dat we nu zo klem zitten? In, dan bedoel ik even klem in het idee van dat er dus inderdaad veel regelgeving is. Hè? Ik schrik ook als ik zie wat er allemaal gerapporteerd moet worden. Mm-hmm. En dat ik ook denk van ja, ik zou dat ook niet leuk vinden als dat mijn werk was. Maar goed. Maar dat is ergens ook wel omdat we zo de rand hebben opgezocht. En dan heb ik het even bijvoorbeeld, neem mest en de rondom fraude. Hè, mestfraude die er nu is. Ja, dat, je kunt denken van, dat is gewoon dat sommige mensen niet willen betalen. Het kan ook zijn dat mensen sommige mensen niet kunnen betalen. Of dat ze niet op een andere manier weg kunnen. Ja. Maar die regels zijn ook complex en ingewikkeld en niet handhaafbaar. Omdat we zo ontzettend veel mest hebben. Waardoor de bodem zo ontzettend verzadigd is, dat er wel iets verzonnen moet worden. En ik was dus benieuwd, zou niet stel nou je begint met reduceren, maar je reduceert niet aan het aantal boeren, daar ben ik absoluut niet voor, maar je reduceert op het aantal dieren. En dat doe je dusdanig dat we het terugbrengen op een niveau dat eigenlijk de mestproductie die we hebben in Nederland, of ik pak het heel even bij mest, dat die te dragen is. Waardoor je dus veel minder streng, dan hoef je niet meer met zoveel meter vanaf de kant. En je hoeft niet meer, weet je, dan kan je hoeft misschien zelfs niet eens meer te injecteren. Je mag het op jouw manier doen als jij het op een andere manier weg wil zetten op je land, kan dat. En je doet dat op een manier dat je zegt van, wat we gaan doen is, elke boer, kijk, we zien sowieso natuurlijk dat er ieder jaar heel veel boeren stoppen. Die geen opvolger hebben. Maar als je dan zegt, weet je wat, jij mag gewoon niet je dierrechten verkopen. Die gaan gewoon terug in de pot. Je mag er wel geld voor krijgen, maar je mag niet aan een andere boer geven. Dan is geen enkele boer individueel beschadigd. Want weet je, die hadden zijn bedrijf al. En op die manier room je gewoon af. En wordt steeds de veestapel kleiner. Ja. Totdat je op een moment komt dat je zegt, we kunnen allerlei wetgeving schappen. Dan heb je veel meer ondernemersruimte weer. Je hoeft, wordt minder op je vingers gekeken. Er is nog meer dan genoeg ruimte om te produceren voor buitenland. Moeten we veel meer dan halveren voordat dat een keer in de buurt komt. Zou dat een plan zijn? Zou dat een idee zijn waar je zegt van ja, op die manier, dat is wat je dan eigenlijk zegt, bij wijze van als je even uit de veehouderij trekt, je zegt, goed, de bakker om de hoek gaat stoppen. Prima, ik ga wel naar de Albert Heijn. Die bakker die wilde toch gewoon met pensioen. Mm-hmm. Is het dan zo erg dat hij niet wordt overgenomen? Of kan je gewoon zeggen, die man heeft zijn hele leven van bakker kunnen zijn, gaat nu iets anders doen. Mm-hmm. En wij kunnen allemaal ons brood bij de appie kopen. Is prima. Ja. Ja.
Ik zou willen dat het leven zo eenvoudig in elkaar zat. Nee, maar dat, zo is het natuurlijk niet. Want je doet een aantal aannames van een boer die stopt. Maar als het gaat om bijvoorbeeld de fosfaatrechten of de mest. Ja. Dat is wel onderdeel van zijn bedrijf. En daar heeft hij jarenlang in moeten investeren. Mm-hmm. En eigenlijk wat ik jou hoor zeggen, die man of vrouw heeft geen opvolger. Dus dan stopt dat. Die rechten gaan terug in de pot. Dan mag je dus geld voor krijgen, hè? Want je kunt ook zeggen, gebruik je die stikstofpot die we nu hebben, gebruik je daarvoor in plaats van wat je mensen gedwongen gaat uitkopen. Maar het moet wel betaald worden. Dus dat is de vraag hoe je dat uiteindelijk wil doen. Tweede wat je doet, dat is vooral het aantal dieren wederom centraal stellen. En wat ik heel erg zou willen doen, is kijken van hoe kunnen we zorgen dat we op een nette manier die mest kunnen verwerken daar waar het nodig is. En ik zou veel meer voelen, en gelukkig gaat het nu ook die kant op. En daar zijn we natuurlijk nog niet ver genoeg, maar om in plaats van kunstmest gewoon de dierlijke mest te kunnen gebruiken. Mm-hmm. Zorg ook dat je daar de waardevolle stoffen uithaalt. Mm-hmm. Hè? Dus met het strippen van stikstof en dergelijke, dat je echt de waardevolle stoffen weer terugbrengt aan de aarde. Want daar komt het namelijk ook uit. Hè? Want die koeien eten gras. Dat gras dat gebruikt... Dat geldt wel bijna alleen voor de koeien, want de rest wordt natuurlijk best wel veel met ander voer gedaan. Nee, voor de akkerbouw geldt exact hetzelfde. Hè? Aardappelen, uien, die hebben ook meststoffen nodig om te kunnen groeien. Ik bedoel meer, we importeren natuurlijk heel veel veevoer. En dat hoeft niet terug in ons land. Dat is natuurlijk nu het probleem. Kijk, als het zo was dat de dieren ook alleen eten wat er in Nederland werd... Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, natuurlijk wordt er ook een deel van het veevoer komt uit andere landen. Ja. Omdat we dat ook niet allemaal zelf kunnen doen. Maar ja, goed, dat is misschien een ander frame wat hardnekkig blijft. Dat wij alleen maar soja gebruiken van ontboste gebieden. Dat is natuurlijk niet aan de orde. Dat was een heel aantal jaren geleden wellicht. Maar ook het is niet inmiddels ontbost. Nee. Ik vind dat je nu er een grap van maakt. En dat weet je ook heel goed. Daar zijn hele grote stappen gezet. Gelukkig. En ik ben ook blij dat we die... Maar het is wel waar dat er veel soja wordt gevoerd. Hoor. Gooi sojaschoot. Sojaschoot. Dus dat is een afvalproduct van soja. En gelukkig zijn er ook heel veel mensen, consumenten, die sojaproducten eten. Als ik naar de koffiecorner ga, dan krijg ik tegenwoordig de vraag, wil je gewone melk of wil je sojamelk in je cappuccino? Maar dus je mensen weet ook dat 90% van sojaconsumptie zit in veevoer, niet in menselijke consumptie. Het is vooral het schroot wat er gebruikt wordt voor veevoer. En dat geldt voor een heel aantal andere gewassen. Waarin afvalproducten, en dat is namelijk zo waardevol aan onze veehouderij. Dat afvalproducten, of relatief afvalproducten, gebruikt worden als veevoer. Hè. Als we kijken naar teelt van granen. Wij kunnen niet van alle graan die in Nederland geteeld wordt brood bakken. En dat heeft te maken met de kwaliteit van het graan. En de mate waarin dat in Nederland kan groeien. Nou, dan ben ik blij dat we dat kunnen gebruiken in onze veehouderij. En dat die dieren dat kunnen omzetten naar dierlijke eiwitten. En waar je naartoe wil, is dat op een goede manier. Ik noem dat de kringlopen sluiten. Dat je zorgt dat datgene wat je uit de grond onttrekt, dat je dat uiteindelijk met dierlijke mest weer kan aanvullen. En die moet naar evenwichtbemesting toe. En ik zou dat liever doen zonder kunstmest. Ik denk dat we daar elkaar zeer kunnen vinden. Oh, zeker. Maar denk jij, van gefascineerd, ben je het dan wel met me eens dat we dan wel een heel stuk minder dieren moeten voeden? Of denk jij echt dat wij in Nederland de kringloop kunnen sluiten? Met deze hoeveelheid dieren. Voor mij is het niet aan de orde de hoeveelheid dieren. Ik wil naar een systeem toe waarin daar dat evenwicht gevonden gaat worden. En door het aantal dieren centraal te stellen, of als uitgangspunt te stellen, vind ik dat je een verkeerde discussie... Nee, maar als je de kringloop centraal zet... Volgens mij hebben wij dezelfde rapporten gelezen. Dat kan niet. Je kan niet in Nederland, wat we in Nederland kunnen produceren aan veevoer, het voeren aan Nederlandse dieren en die mest terug op het land, dat is niet in evenwicht. Dan kom je bij minder dieren uit. Ja, als je heel sec kijkt naar het hokjesdenken Nederland. Dat dacht ik dat je zei. Dacht ja. Dat je bedoelde, Nederland? Nou, de regio. En Nederland is een klein land. Ik vind dat we ook best kunnen kijken naar Duitsland, naar België. Hè, een merendeel van onze export gaat ook naar Duitsland. Als we kijken naar Amerika, dat is natuurlijk een veel groter land. Dan zouden we buiten Europa komen. Als je alleen al kijkt naar de landen dicht om ons heen. Hè, wij zijn goed in het produceren van melk.
van melkproducten. Duitsland is goed in het produceren van auto's en zo. Laten we zorgen dat we met elkaar de goede dingen doen. Dus op een verantwoorde manier. Ja, precies. Dat is dus binnen dit verhaal is er dus geen behoefte aan import van sojaproducten? Je zal producten moeten hebben om de dieren ook te kunnen voeren. Als we het hebben over soja, ik wil af van het beeld dat we soja importeren. Enkel en alleen de goede soja. Want het zijn vooral de afvalproducten die wij aan de veehouderij, in de veehouderij gebruiken. Ja, kijk, dit vind ik lastig, want ik weet dat dat niet waar is. Maar dan, blijven we een beetje heen en weer gaan. Maar wat ik probeer te achterhalen bij je, of het los van of je zegt het is een... Kijk, het is een, laten we het dan een eiwitrijk restproduct noemen. Hè? Mm-hmm. Dus we halen dus wel doordat we... sojaschoot, eiwitrijk restproduct, naar Nederland halen. Dat aan onze dieren geven. Dat is een van de manieren waarop we nu in staat zijn zoveel dierlijke producten te produceren. Als we dat alleen zouden doen met veevoederproducten uit Nederland of uit de regio, dan zouden we dat niet halen. Klopt dat? Dat kan ik zo niet zeggen of dat wel of niet klopt. Want ook daar zie je natuurlijk heel veel ontwikkelingen. Zeker ook in de akkerbouw, in de akkerbouwproducten. Waar ik naartoe wil, is dat je een goed systeem met elkaar hebt. Zodat je geen overschotten hebt van bijvoorbeeld mest, waar jij ook over hebt. Laten we zorgen dat die mest op een verantwoorde manier weer hergebruikt kan worden. Dus door... het mest zeg maar te scheiden in hele waardevolle, hoogwaardige meststoffen. Dus eigenlijk groene kunstmest wil ik dat maar wel noemen. Maar dat hoef je niet eens te doen. Je kan natuurlijk ook gewoon, als je gewoon de dieren in een potstal houdt met stro, dan kan dat mest zo het land op. Dan hoef je het niet eens helemaal ingewikkeld te scheiden. Dat klinkt heel eenvoudig, maar we hebben ook te maken met klimaatomstandigheden. En in de winter mogen we geen mest uitrijden. Dat zijn regels van Europa. Ja. Daar doen we in Nederland vaak nog een schepje bovenop. Het is te eenvoudig om te denken van, nou, dat kunnen we dan via een potstal op die manier naar buiten brengen. Zeg alleen dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Je hoeft niet een heel proces met een fractie scheiden. Nou, misschien wel. Het is voor eeuwen is het prima gegaan met koeien en schapen op de potstallen en dat vervolgens naar de akkers brengen. Ja, dit maar is dat een was systeem wat op zich gewoon werkt. Je hoeft daar dat niet... systeem werkt, maar dat werkte in een maatschappij waarin we, nou wat was het, de helft minder inwoners hadden en waar we de helft minder mensen hoefden te voorzien van voeding. En anders aten. Ook anders aten, dat klopt. Ja. Dus we zijn natuurlijk ook wel heel veel meer dierlijk gaan eten. Ik weet niet of we meer dierlijk zijn gaan eten. Daag je uit om dat eens aan te tonen, ook in cijfers. Want dat weet ik niet. Die zijn er, maar dat is natuurlijk ook... Het is altijd de vraag, hoe ver kijk je terug? Daar ben ik het mee eens. Ja. En los van cijfers heb je natuurlijk ook gewoon anekdotisch bewijs. Als in, bij mijn ouders stond vroeger gewoon 1 keer, 2 keer per week vlees op tafel. En echt niet elke dag. Ja. En weet je, dus dat is gewoon, dat weet ik, dat is niet N is 1, daar zijn er echt heel veel meer van. Ja. Dus de manier waarop we dat nu consumeren is wel echt veranderd. Ja, maar goed, ik kom van het platteland, dat is wel mooi hè, stad en platteland. En ik weet van mijn opa en oma, dat was altijd vlees. Vis niet, maar altijd vlees, iedere dag. Dan deden ze het goed. dat weet ik niet. Ze hebben daar ook altijd hard voor gewerkt. Ze hadden een boerderij en mijn opa zat in de handel. Maar die hadden niet elke dag vlees. We moeten ook oppassen met beelden te creëren als werkelijkheid. Dus ik durf niet te zeggen of het patroon zeg maar echt in die zin veranderd is. Dus dat klopt, maar dat is dus even los van het antwoord. Ja. Dat is zeker waar dat het is toegenomen. Ik kan, weet je, het is wel de afgelopen 15, 20 jaar, misschien al 30 jaar zit het wel op dit niveau. Dus we hebben het wel echt over... Maar dat was echt een andere tijd. Andere tijd, zeker. Minder mensen, we hoefden minder monden te voeden. En dat is natuurlijk wel de uitdaging waar we... Dus als we het daarover hebben, dus je kan natuurlijk zeggen van... ik wil keuzevrijheid behouden. Laten we die even aannemen. En voor jou betekent keuzevrijheid ook dat mensen dus... moeten kunnen kiezen uit dieren eten. Dat vind ik, dat hoort erbij. Ja. Dan heb je nog natuurlijk het stukje van we moeten iedereen voeden. En we weten dat
het door een dier halen van voeding in de regel minder efficiënt is dan die voeding zelf opeten. Dus er zit een enorme winst in zelf meer plantaardige eiwitten eten in plaats van dierlijke eiwitten. Zonder, en dan zegt hij, dus je doet niet dat verbannen, maar je zegt, breng het terug. Ik ga van, wat eten we nu gemiddeld, volgens mij 800 gram per vlees per week uit mijn hoofd. Misschien is het 700. Maar ik breng het terug naar 200 bijvoorbeeld. En dan heb je nog hartstikke keus. Je kan nog je lievelingsbiefstuk eten. Nou, mijn lievelingseten is friet, eet ik ook niet elke dag. Dus je hoeft echt niet elke dag biefstuk te eten. En in die andere momenten eet je gewoon lekker plantaardig iets anders. Is dat voor jou een optie? Is dat een toekomst die je voor je zou kunnen zien? Dus ik hou de keuzevrijheid, ik hou het dierlijke, maar ik kan wel veel meer mensen voeden. Want ik kies voor een meer plantaardig, dus niet volledig, maar een meer plantaardig dieet. Nou, ik vind dat de keuze aan de mensen zelf. Ja, en ik zal die keuze in ieder geval voorlopig niet maken. In die zin dat ik het gewoon waardevol vind. Maar zou je het een vlees, winst vinden voor zuivel, de planeet bijvoorbeeld? Zou je het een winst vinden voor de planeet? Nee, ik denk het niet. Want, en dan kijk ik weer naar de verantwoordelijkheid die we hebben om op deze aardbol zoveel monden te voeden. Dan vind ik dat je zeer verantwoordelijk daarmee om moet gaan. Maar juist en, daarom zou je nee, dat doen? Nou ja, voor jou is dat het beeld, hè, van wij moeten meer plantaardig gaan eten. En nou, daarmee, de hele wereld. Ja, de hele wereld. Nou, ik denk dat dat een utopie is. En daar is ben je ook in ieder geval nog heel veel tijd mee kwijt. Want je ziet juist in een aantal landen waar neemt alleen maar toe, hè? Die mensen krijgen meer te besteden, dus die gaan ook die keuze maken. Ja. Voor mij is het heel erg belangrijk dat als mensen de keuze maken om vlees te eten, dat het dan een verantwoord stukje vlees is. En dat is namelijk duurzaam geproduceerd en zorgen dat we met respect omgaan met dieren. En wij kunnen als Nederland kunnen we daar wereldwijd het voorbeeld geven. En ik betoog niet om de hele wereld te voeden, integendeel. Maar ik vind het wel belangrijk dat onze kennis hier in Nederland ook over de wereld ingezet wordt om duurzamer te gaan produceren. En misschien mag ik een voorbeeld geven uit de plantaardige sector. Ik heb het wel eens vaker naar voren gebracht, hè, in China wordt heel veel rijst geteeld. Voor 1 kilo rijst heb je ongeveer 2500 liter water nodig. Nou, dat is natuurlijk enorm met ook de problemen die we hebben rondom water, zoetwater en dergelijke. En wat je ziet is aardappel, dat is net zo voedzaam. En voor 1 kilo aardappelen te produceren heb je 250 liter water nodig. Nou, dat is al een fors stuk minder dan de hoeveelheid voor rijst. In Nederland kunnen we met minder dan 100 liter water diezelfde kilo aardappel produceren. En wat vind ik nou zo mooi daaraan? Dat wij onze kennis, en dat is niet alleen de kennis van het product in de grond stoppen, telen, rooien en richting de winkel, maar ook het proces van veredeling en dergelijke, dat wij die aardappel hebben gemaakt die met weinig water geproduceerd kan worden. En die kennis die zou ik graag willen delen over de hele wereld, want daarmee maken we denk ik een enorm grote slag in het kader van duurzaamheid. En dat zie je eigenlijk ook op het gebied van veehouderij. En dan kan het niet helemaal laten om toch even jullie laatste spotje van de sloopmelk erbij te halen. Dat vind ik eigenlijk zo polariserend en dat doet mensen gewoon heel erg pijn als ze zo'n spotje zien. Want vroeger produceerde de koe echt veel, veel minder melk. Maar het betekende ook dat die koe veel minder te eten kreeg. Eenzijdig menu. En we weten allemaal dat ook dieren vitamine, mineralen nodig hebben. Zoals wij als mensen dat ook nodig hebben. En op het moment dat een koe produceert, hè, je hoeft heus niet aan de top te zitten, maar tussen het beeld wat jullie schetsen, tussen de koe die je laat zien, dat is overigens een hele mooie koe. Dus dat is niet een gesloopte koe. Een schone melkkoe. Een schone melkkoe ziet er gezond uit. Een gezond dier levert ook een mooie productie. Het beeld, ik vind het heel erg polariserend hoe jullie daarmee afzetten richting de melkveehouder, familiebedrijven die 7 dagen in de week bezig zijn om ons voedsel te produceren. Ja. En dat begrijp ik, hè? Want ik krijg hetzelfde gevoel als ik een spotje zie als boeren houden van koeien. Dan doet mij dat weer ongelooflijk veel pijn.
En dat vind ik weer heel polariserend. En dat vind ik weer heel kwetsend. Mm-hmm. Dus ik herken dat het een thema is waar gewoon heel veel emotie op zit. Ja. En daarom zal het altijd, denk ik, lastig worden op het moment dat je hem aanraakt. En ik denk ook dat, dat merk je ook in dit gesprek. Kijk, op het moment dat we het gewoon hebben over de feiten van zo'n efficiënte... Nou, daar kan je over, weet je. En dan kan je zeggen, oh ja, nou ja, jij hebt blijkbaar iets anders gelezen dan ik. En dan kom je uit. Maar wat natuurlijk onder ligt, is... Ja, wat zegt je hart? Wat is je moreel? Wat zegt je ethiek? En ik vind het dus wel een verschil in zitten tussen een aardappel perfectioneren en dan zeggen, die is efficiënter, dan dat je dat met een dier doet. Ja, ik vind daar wat van. Ja, nee, maar dat ja. Tuurlijk, dat mag. En dat is denk ik ook jouw drive waarom je bij Wakker Dier bent. Waarom je inzet op de manier zoals je dat doet. Ik heb nog wel een vraag aan je, als het mag. Je vindt het kwetsend als een boer zegt dat hij van zijn dieren houdt. Ik vind het zelfs kwetsend als jij zegt dat ze dierwaardig houden. Ja. Dan word ik bijna, moet er bijna van huilen. Echt waar. Dat vind ik heel erg om te horen. Dat je dat, en ik zie ook dat je het echt gelooft. Ja, nou ja, dat vind ik heel... Ja. Maar het is zo. Dus eigenlijk zitten we hier niet op een goede plek. Eigenlijk zouden we nog een keer het gesprek moeten voortzetten in een stal of in ieder geval in de buurt van dieren. Want ik zou daar echt met je verder over willen praten, maar ook willen laten zien hoe we daarmee bezig zijn. Kijk, en dat het is niet dat ik daar nooit kom, hè? Dus ik sta er ook. En wat mij gewoon heel erg opvalt als ze hem dus wat persoonlijker maken, is het gaat er niet over dat als ik daar kom, dat ik dus van, alsof ik het niet gezien heb. Maar ik zie iets anders. Ik kijk anders. Ja. Letterlijk. Ja. Dus ik zie een dier waarvan er hele leven in teken is gezet van zoveel mogelijk melk produceren. Ik zie een dier waarvan het hele lijf is aangepast op weinig bespiering bijvoorbeeld. Hè? Dus als je een melkkoe vergelijkt met niet, en dan bedoel ik geen dik beel, maar met een dubbeldoelras, zie je ander lijf, andere bouw. Ja. Die uiers zijn op een gegeven moment belachelijk groot, hoe ze daar hangen. Dat is, je ziet ze ook er vervelend omheen lopen. En dan ben ik in gesprek en zeg ik, nou dan een mooie ophanging of weet je. En dan, ja, zo kan je er ook naar kijken. En ik snap ook dat als dat ook zeker als het je werk is en je verdienmodel is, dat je het inderdaad heeft, nou, maar ze levert goed en ze is mak en ze gaat, weet je. En ik zie daar toch een dier waarvan eigenlijk niet haar behoeftes centraal staan, maar de behoeftes van degene die er geld aan willen verdienen. En dat is echt niet alleen de boer, dat zijn natuurlijk heel veel mensen eromheen. Ja. Dus het zit hem. Ik heb het zelfs letterlijk nog een keer laatst gehad, dat ik gewoon zag dat een koe kreupel liep. dat ik met die melkveden over had. En dat hij zei van, ze loopt al een half jaar een beetje zo. Ja, dat is gewoon. En dan denk ik, ja, ik zie een dier met pijn. En voor hem past het binnen de marges van, ja, dat kan wel. Ja. Nou, en dat is het verschil, snap je? Daar wil ik ook graag op reageren. En het is niet dat ik dan denk, god, ik begrijp ook die perspectieven, maar het is gewoon een soort, ja, mij raakt dat. Ik voel met dat dier mee op zo'n moment. Ja, nee, maar dat mag. Weet je, dat gevoel kan ik ook niet wegnemen. En dat wil ik ook niet wegnemen, want dat ben jij. En ik kijk daar op een andere manier naartoe. Het laatste voorbeeld wat je noemt, dat kan ik niet beoordelen. Dat is individu. Ja. Maar het feit, weet je, mensen die met dieren werken, die moeten daar een passie voor hebben. Want anders kan je het ook niet opbrengen. Het is ook niet een baan van 9 tot 5, 5 dagen in de week. Nee, als je werkt met dieren, en of dat je boer bent, of dat je een chauffeur bent op een veewagen. Je bent dat 7 dagen in de week en eigenlijk ook nog zelfs 24 uur per dag. Net zoals en, dierenactivisten. ik zou zeggen, en neem je vooral je nachtrust. Dat helpt misschien soms. Daar zit echt passie bij. En als jij als veehouder, als dierhouder niet goed voor jouw dieren zorgt, dan krijg je daar ook niet iets goeds voor terug. Ik bedoel, ik maak het vergelijk ook wel eens met een hond.
Een hond die je slecht verzorgt, die als die niet luistert en je geeft hem een duw of je negeert hem, of, dan is dat ook niet een beestje waar je 's avonds mee op de bank gaat zitten en, of lekker in het bos gaat wandelen en ravotten. Dan gedraagt dat dier zich anders, dan gedraagt ook die hond zich anders. En dat is in de veehouderij net zo. Als je niet goed bent voor je dieren, dan krijg je daar ook het negatieve voor terug. En die passie, nou, die zie ik gelukkig bij heel veel mensen. En ik zeg niet dat het 100% bij iedereen goed gaat. Hè, soms zie ik ook wel eens iets dat ik denk van, verdikke me. En daar spreek ik dan ook mijn leden op aan. Want ik vind dat je respectvol om moet gaan met dieren. En dat is echt een drive en motivatie die wij ook als VN Logistiek Nederland hebben. Ook met onze leden. We hebben 800 leden. We zijn de Respect Vee-campagne begonnen. Juist om aandacht te hebben om respectvol om te gaan met je dieren. We vinden het ongelooflijk belangrijk. En het is niet alleen omdat de consument het vraagt of omdat de maatschappij het vraagt. Maar we vinden het ook belangrijk. En dat was 20, 30 jaar geleden was dat heel anders. En ook in die zin... En waarom is dat veranderd? Omdat datgene wat 20, 30 jaar geleden normaal was, dat is aan verandering onderhevig. En je ziet dat daar meer vragen over kwamen. Je ziet ook de ontwikkeling in kennis. Hè. Zorg je goed voor je dieren, dan krijg je er ook wat voor terug. Dus dat zal daar zeker mee te maken hebben. En wij zien nog steeds die vraag. Hè, alle discussies rondom keurmerken en zo, dat is prima. Een boer wil echt leveren wat de consument wil vragen. Maar dan vragen we ook wel tijd, geld, of veel geld, een vergoeding voor de diensten. En ook wel een stukje, ik wil niet zeggen positieve waardering, maar in ieder geval niet de polarisatie continu zoeken. Dat vind ik gewoon heel erg jammer. Wat betekent voor jou polarisatie? Want... Dat vind ik soms nog wel lastig. Van wanneer is het gewoon aangeven dat je iets anders ziet of dat je ergens niet mee eens bent of dat je vindt dat iets moet veranderen? Gewoon op de situatie zoals die is. Kijk, en wanneer is het dan polarisatie? Ja, nou, wat ik polarisatie vind is door de hele veehouderij weg te zetten. Als bijvoorbeeld bio-industrie, dat is weer een heel actueel thema. Daar voelt iedere boer zich daardoor aangesproken. Terwijl, ik zeg wel, van de week hebben wij ook een opinieartikel geschreven. Bio-industrie, we kennen het niet in Nederland. We hebben geen bio-industrie. We gaan respectvol om met dieren, we zorgen goed voor onze dieren. We zijn onderdeel van die keten in voedsel produceren. En door dat frame continu op ons te plakken, en ik zeg niet dat jullie dat alleen doen of dat jullie dat vooral doen, je merkt het meer, je merkt het ook in de politiek. Dat vind ik polariseren. Of op het moment dat er een incident ergens gefilmd wordt, misschien deze nog even, En dan uitdragen alsof het in de hele veehouderij de standaard is, wat we dan gezien hebben op een film. Ja, dat is niet zo. En dat weten jullie net zo goed als dat wij dat weten. Maar daarmee wordt wel een beeld gecreëerd. En daar wordt dan heel gemakkelijk op gereageerd door zowel de politiek, de minister die daarop reageert. En wat dat in de hand werkt, is dat mensen die daarmee bezig zijn met hun vak, met hun passie, ja, die worden daar zo enorm door geraakt dat ze denken van nog meer wensen. Zoek het maar lekker uit, want we doen het toch nooit goed. Mm-hmm. Terwijl, ik heb het ook wel eens aan de minister gezegd, kijk, als er een incident is, dan is het ook aan ons als branchevereniging om mensen daarop aan te spreken en aan te pakken. En we hebben een Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die daar ook bevoegdheid heeft. En die moeten ook vooral daar waar het niet goed gaat aanpakken. Maar niet de hele sector. Dus de mensen die het gewoon goed doen, laten we die alsjeblieft met rust laten. Want dan gaan we veel meer waardering ook voor elkaar krijgen. Ja, en is dan als je dan... Ik hoor je eigenlijk twee dingen zeggen. Een soort van het iedereen over één kam scheren. En het stukje kwetsen. Mm-hmm. Hoort dat allebei erbij? Of is een van die twee... Want het stuk kwetsen is natuurlijk een soort... Kijk,
door te zeggen dat je iets niet goed vindt, gewoon als mening, en een ander heeft dat gemaakt, gedaan, wat het dan ook maar is, ook is een toneelstuk waar je naartoe gaat, die zegt, ik vind het geen mooi toneelstuk, dan kwets je iemand. Degene die dat toneelstuk heeft gemaakt, die denkt, nou, verdikkie, ik vond het wel een beetje, doe me pijn. Ja. Dat is natuurlijk een beetje, dat kwetsen, vervelend gezegd, dat hoort bij het uiten van standpunten en meningen. Daardoor kan iemand, je kan nu zeggen dat ik een lelijk pakje aan heb, dat kan mij... Ik had je complimenten gegeven. Nee, maar, en dat kan mij, snap je dat? Is iemands mening, dat kan mij kwetsen. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Ja. Dat is de wereld, dat is alles over één kam scheren. Kan ik me voorstellen dat dat leidt tot... dan maak je het te makkelijk misschien. Dan gaat je het misschien... Ja. Daarvan kan ik me voorstellen. Je zegt, dat kan polariserend werken. Omdat je daarmee hele zwart-wit beelden creëert. Of hele, misschien zelfs onterechte beelden. Ik weet niet of dat waar is, maar dat zou je kunnen zeggen. Ja. Is dat vooral het stuk? Nee, het is wel beide. Maar ik denk dat alles over één kam scheren, dat vind ik echt heel kwalijk. Want daarmee veroordeel je mensen ook. Terwijl ze, die er misschien iets mee te maken hebben gehad. Ja, ja. Dus dat vind ik heel erg kwalijk. Mm-hmm. Als het gaat om het kwetsen, dus dat is eigenlijk uitdragen van jouw mening over de veehouderij. Misschien is het ook de manier waarop. Waarop het gaat. En wat ik soms ook wel merk, en dat zie ik breder bij NGO's, van we hebben een bepaalde visie. En dan zou ik zeggen, van spreek dat gewoon uit. Hè? Wij willen, en ik hoor het jou vandaag gewoon zeggen, dus dat waardeer ik ook, wij willen behoorlijk minder dieren. Dan zou ik het ook fijn vinden om dat streefgetal te horen, want dan weet ik ook precies waar je naartoe wil, in de zin dan... Dan wordt het wel duidelijker wat je bedoelt. Maar dat vind ik wel belangrijk om te zeggen wat je agenda is om... Dat begrijp ik. Ja, om afspraken met elkaar te maken. Ja. Om te zeggen van... op basis van, je doet het is geen dierwaardige veehouderij. En het is allerlei dingen erbij halen die niet gegrond zijn of geen feiten zijn. Dat vind ik, en dat zie ik ook gewoon te veel. En dat vind ik kwetsend. En dat vind ik ook polariserend. Ja, en dat is natuurlijk lastig, hè, want dierwaardig is geen term. Dus het is daarbij zowel... Kijk, jij kan het zeggen, ik kan het zeggen, we kunnen allebei een eigen begrip en het ligt niet vast wat dat betekent. Nee. Dus in die maar zin... misschien is dat wel iets waar we wel aan zouden moeten werken. Want we zijn, dus wordt het nu hard gewerkt aan zo'n convenant dierwaardige veehouderij. Daar zijn wij nog niet bij betrokken, hoor, als Vee en Logistiek, dus Vee en Logistiek Nederland. Dus, maar... Zo'n term, wat is dierwaardige veehouderij, dat vind ik wel belangrijk als startpunt. Ja. Laten we nou eens zorgen dat we met elkaar eenzelfde definitie hebben over het begrip. Ja. En dat geldt overigens ook voor duurzaamheid. Nou, ik wou dus net zeggen, kijk, en dat geldt ook voor respect voor dieren. Ja. Dus dat, en daar ga je niet nooit uitkomen, want dan ga je er eentje ga je dan afbakenen. En dan komt er weer een nieuwe term en een nieuwe term. In de zin van, dat heb je altijd een beetje. In het geval dat die zegt, er wordt echt wetgeving op gemaakt, dan moet het natuurlijk concreet worden. Voor mij is, dat snap ik. Kijk, voor mij is dierwaardig. Die term is een beetje nu gekaapt, omdat het heel erg aan het amendement van Vestering is gaan hangen. Wij bezigen hem zelf al 30 jaar met een dierwaardig veehouderij. En wij bedoelen daar dus inderdaad een veehouderij waarbij een dier mag zijn. En dat kan je uitschrijven wat dat betekent. Ja. En dat betekent niet per se dat ook wetgeving is, want dat is een heel ander spel. Ja. Maar voor mij is het vrij helder wat dat betekent. Ja, ja. Maar op dit moment in de politiek-maatschappelijke discussie, vraag 10 mensen en dan krijg je 10 verschillende ideeën daaromheen of uitleg. Ja. En dat maakt het gewoon ingewikkeld. En ik ben het met je eens, respectvol omgaan met dieren, dat is hetzelfde verhaal. Ja. Wij hebben geprobeerd daar in ieder geval voor onze achterban ook een campagne omheen te bouwen waarom we het belangrijk vinden. Want respectvol omgaan met dieren, respectvol omgaan met dieren, dan heb je ook respect voor de feiten, je hebt respect voor de vakmensen, maar je hebt ook respect voor meningen van anderen. En misschien ook voor het dier zelf?
Zeker. Maar dat is de eerste. Ja, okay. Terecht. Maar die staat er zeker bij. Respectvol omgaan met dieren. En dat probeer je op die manier uit te dragen. En zeker, weet je, en daar nemen we ook echt maatregelen toe. Dat is overigens voor deze campagne misschien wel een voorbeeld ook aardig om te noemen. Dat is het vervoer van dieren tijdens de hitteperiode. Nee. Nou, we hebben afgelopen zomer gezien ontzettend warme dagen boven de 30, zelfs volgens mij boven de 35, twee, drie dagen geweest. En nou, we zijn in 2018, geloof ik al, dus dat was voor mijn tijd, is de sector begonnen. En laten we met elkaar een protocol afstemmen hoe we omgaan met het transport van dieren tijdens warme dagen. Nou, daar zijn we al die jaren aan het werk gegaan. En ook daar zie je dat er dus echt grote stappen zijn gezet in de zin van afspraken die we met elkaar maken. Hoe ga je om met dieren? En dat betekent, als het warm is, en wij hebben al een grens van 28 graden, dan zorgen dat er minder dieren op een vrachtauto gaan. Nou, dat vind ik een belangrijke stap. Maar wat ik dan zo jammer vind, is dat dat niet gezien wordt. Of dat dat niet... respect. Respect voor de feiten. Het is wel een feit waar we mee bezig zijn. Ja. En dat zou zo mooi zijn als een stukje erkenning komt van wauw. Fijn dat jullie daar op die manier mee omgaan. Ja. Maar we zien eigenlijk het tegenovergestelde. En nogmaals, incidenten, daar mag je van alles van vinden, van zeggen. Maar we zijn in die afgelopen jaren wel in staat gebleken, zeker afgelopen jaar, kijk naar de rapporten van de NVWA. NVWA controleert ook heel veel tijdens de warme dagen. 2 incidenten op alle transporten. En die hebben we ook heel snel opgelost. En hoe kunnen we voorkomen dat dit morgen of overmorgen nog een keer gebeurt? Dat willen we niet. Dus alle verschillende partijen bij elkaar aan tafel. Ja, dat vind ik wel winst. Ja. Weet je, volgens mij, we hebben een hartstikke boeiend gesprek gehad. En moeten we zo meteen ook afronden. Maar er liggen kaartjes. Veel leuk om even te kijken, vind je niet? Zeker. Wil je een vraag of een quote? Altijd een vraag. Een dierwaardig leven voor alle dieren in de veehouderij klinkt als een ambitie die wel voor zowel Wakker Dier als Vee en Logistiek Nederland geldt. Toch proberen beide dit op een andere manier te bereiken. Hoe zijn beide denkrichtingen te verenigen? En omdat we natuurlijk al een hele tijd met elkaar in gesprek zijn, wil ik je vragen om dat in maximaal 10 woorden uit te leggen. Hoe zijn beide denkrichtingen te verenigen? Dat vind ik wel een hele moeilijke eigenlijk. Zeker met waar we net, omdat we het zo lang hebben gehad over, ja, wat betekent dan dierwaardig? En ja, dit is precies weer zo eentje waarom het zo moeilijk is om er antwoord op te geven. Ik denk dat we het allebei volmondig zouden zeggen ja. En vervolgens een totaal ander idee hebben van wat dat betekent. Ja. Dus dat maakt hem denk ik juist heel ingewikkeld. Maar wat zou jij erop zeggen? Of moet ik per se antwoord geven? Ja, ik stel de vraag aan jou. Maar nou, hoe zijn beide denkrichtingen te verenigen? Ik denk door wel het gesprek aan te gaan over wat is nou de definitie en hoe kunnen we proberen vanuit elkaars standpunt begrip te tonen in de stappen die wel gezet zijn aan onze kant, dus aan de veehouderij, waarbij wij dan begrip tonen voor jullie ambitie en beeld van de veehouderij. En of we dan op een aantal elementen eens kunnen proberen, laten we daar dan elkaar vinden. Of je elkaar daar kan vinden. Ja. Ja, precies. Dat kan ik me best voorstellen. Ik vind dat hitteprotocol wat je net aangaf daar ook een mooi voorbeeld van. Ja. Waarbij je echt wel kan zeggen van, er worden stappen gezet. Nou, wat zal er nou nog, wat kunnen we nog daarbij doen, waardoor we kunnen zeggen, nou hebben we het goed geborgen met elkaar. Ja. Daar zie ik best wel een haalbare ook oplossing voor. Ja. Nee. En het mooiste is dan als we uitgaan van vertrouwen, zodat we dat met elkaar afspreken, zonder daar ook direct wetgeving voor te hebben. Dat we het op zijn minst proberen om te laten zien, wat we nu ook in de afgelopen jaren hebben gedaan, dat we dat ook echt zelf op een goede manier kunnen doen. Dus daar daag ik je toe uit. Wil je mij ook een vraag stellen? En dan gaan we afronden. Ja, is goed. Ik pak er ook even eentje aan. Tijdens de afgelopen verkiezingsuitslagen heeft Nederland een ruk naar rechts gemaakt. Welk effect zou dit kunnen hebben op de toekomstige campagne van Wakker Dier volgens jullie? Dus
Wat vind jij, wat voor effect dat kan hebben op de toekomstige campagnes van Wakker Dier? Nou, volgens mij trekken jullie helemaal niets aan van links, rechts of het midden in de politiek. Want jullie hebben zelf nadrukkelijk jullie visie. Nou, daar staat wat mij betreft Wakker Dier wel voor centraal. Van politiek laten jullie misschien niet zo heel veel gelden. Wat ik hoop is dat we echt elkaar respectvol bejegenen. Elkaar de ruimte geven om eigen ideeën tot elkaar proberen te brengen. Ik denk dat toch die verbinding zoeken. Dus waar we mee begonnen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar dan niet alleen verbinding zoeken in afspraken met elkaar maken. Maar dan elkaar ook de tijd gunnen om dat vorm te geven. Dus ik hoop dat je dat gaat vinden in de politiek. Ga vinden in de politiek. Ik denk niet dat ik iets ga vinden in de politiek. Niet? Nee. Oké. Oké. Okay. Ja. Wil je ook weten wat ik denk of niet? Ja. Nou, je hebt het eigenlijk al gezegd. Het maakt ons niet zoveel uit. Dat gaat door, Je hebt helemaal gelijk. Ja. 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 Wij proberen het juist. Weet je, politiek doet haar ding. En wij proberen het juist via de markt en consumenten de dieren een beter leven te geven. Precies de andere kant. Kan elkaar complementeren. Kan elkaar ook soms niet complementeren. Ja. Maar als we het dier centraal stellen, is het wel belangrijk dat we uiteindelijk elkaar wel weten te vinden. Want uiteindelijk willen jullie dat ook, denk ik. Wij willen zeker dat het dier centraal komt te staan. Absoluut. Ja. Ja, en ik denk ook echt dat er heel veel kan, hoor. Ik denk dat dat we soms ook een beetje vastzitten in manieren zoals het nu altijd al ging, bijvoorbeeld. En dat je dus best wel, dat er wel meer ruimte ligt dan we nu allemaal denken. Ook om dingen te verbeteren in de vee-industrie. Maar dat moeten we. In de veehouderij. Sorry. Nou, ja, dus, nee, maar voor mij, ik zie dat als twee verschillende dingen. Dus voor mij is veehouderij, daar zit ook de biologische sector bij. Daar zitten bedrijven zoals Kips erbij. En voor mij is de vee-industrie is echt de gangbare productie. Dus daar maar ik zie dat ook echt als twee verschillende dingen. Als in het over één kam scheren gesproken, daar maak ik juist dat onderscheid. Maar wel een richting waar we denk ik nog een uur over door zouden kunnen praten. Dus, dat gingen we niet doen. Ik zou het graag doen. Maar, dat gingen we niet doen. Misschien is dat wel het bruggetje precies, naar de slotkaart. De slotkaart. Zal ik hem voorlezen? We zijn aangekomen bij het einde van het tafelgesprek. Ik vond het leuk. Ik ook. Ja. Ja. En dan het moment van de waarheid. Willen jullie op kosten van de stichting aan tafel, nog een keer samen aan tafel. Houd allebei je hand boven de lamp op de tafel en tel samen af van 3 tot 1. En wanneer jullie beide de hand boven het lampje houden, dan gaan jullie met elkaar uit eten. Dus als we hem naar beneden, dan gaat het lampje uit. Okay. En dan is het gesprek ook uit. Zullen we doen? Nou, spannend. Wauw. Nou, 3, 2, 1... Wij gaan lekker friet en geprinte biefstuk eten. Nee. Kun je proberen bij Lietje? Jij voor de print, ik voor het echt. Ja, zullen we doen? Goed zo. Dankjewel Anne, vond het leuk. Jij ook, dankjewel. Het was een leuk gesprek. Ja, allereerst wil ik heel graag een diepe buiging maken voor dit gesprek. Ja, inderdaad. Zo. Dat waren een heleboel momenten waarvan ik zelf ook dacht, ik wil bij jullie aan tafel. Ja. En tegelijkertijd was ik ook heel vaak heel blij dat ik er niet zat. Ja, dat is heel spannend. Heel spannend. Leerzaam en spannend. Ja, en ik denk ook ontzettend waardevol. En ondanks dat het best wel moeilijk was om verbinding te vinden af en toe, kwamen jullie er toch wel heel vaak heel mooi uit samen. Ondanks de verschillen. En eigenlijk vond ik dat echt heel mooi. En jullie zeiden, we kunnen de uren over doorpraten. Wij zaten allemaal in jullie lippen. En we hopen dat jullie ook allemaal hier aan de lippen hingen. Want we hadden ook best nog een uur door kunnen luisteren, volgens mij. Ja, jammer dat de camera's er niet bij zijn bij het vervolggesprek. Dat is oprecht spannend geweest. Nou, ik had echt heel even hartkloppingen. Ja. Gaan ze nog samen aan tafel? Maar dat gaan ze zeker. Ja. Dus deze is voor jullie. En we wensen jullie heel veel plezier met het volgende aan tafelgesprek. Ja. Nou, dankjewel. Gaan we doen. Gaan we leuk. Doen. En jullie heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende aan tafel. Tot de volgende keer. Doei.